door de HBO-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor de capaciteit van de landsdienaar verhoogd en versterkt. Dit zei minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken vandaag in de Nationale Assemblée. Het uitgangspunt is dat de opleiding moet leiden tot het beter functioneren van de landsdienaar in de werksituatie. Al dus de reactie van de bewindsman op gestelde vragen en opmerkingen over de HBO-opleiding. Dit heeft uiteindelijk ten doel te komen tot een efficiënt en effectief functionerende overheid. Deze HBO-opleiding wordt verzorgd in Paramaribo vanwege de gunstige infrastructuur die reeds aanwezig is. Infrastructuur met betrekking tot onder meer het docenten- en studentenkorps, informatie waaronder internetfaciliteiten, de fysieke infrastructuur wat betreft overheidskantoren, logistieke zaken en financiële toereikendheid. Volgens Noor-Salim is het doel om de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk te besteden. De opleiding is vorig jaar gestart in Paramaribo vanwege de gunstige infrastructuur. Gepland is dit jaar in Nikeri te starten vanwege de gunstige randvoorwaarden, zegt de minister. In de overige districten als Koroni zal de opleiding nog niet opgezet worden omdat er te weinig overheidsambtenaren in dit district werkzaam zijn, verduidelijkt Noor-Salim. In tegenstelling tot het district Koroni is het district Nikeri uitermate geschikt voor het verzorgen van de opleiding, gezien de aanwezige gunstige randvoorwaarden en of omstandigheden. Tot zover BISA-minister Noor-Salim vandaag in de Nationale Assemblée. De bewindsman is nader ingegaan op vragen en opmerkingen over de HBO-opleiding Bestuurskunde en Management. Het ligt in de bedoeling in oktober dit jaar in Nikeri te starten.